daar is de wedstrijd begonnen. Het fluitsignaal van de scheidsrechter Niels Boel. El Ablak. Heel goed gezien daar. De ruimte lag bij Nicky van Hilten. Ali Akla. Ali Akla. Benjamin Roemion. Eerste kleine kansje voor DVS. Goede aanvalsopzet. Moet je niet echt tegen elkaar aan. Zo, die gaat maar net naast. Ging via de muur. Touché. Hoekschop. Tussen de linies wordt er gevoetbald. Ali Akla. Nassim El Ablak. Balverlies. Kan hij hem steken op Wetrek? Er gaat een kans aankomen voor Sportlust. En die scoort niet. Geen buitenspel. En ja, daar was hij dan weer bijna. Tarik Erver kop weg. Goede aanname. Asati. Komt daar Maarten van Dijk niet voorbij. Benjamin Roemion. Kan hij hier tussendoor spitsen? Kan hij Nicky van Hilten naast zich zien? Dan gaat er een aanval komen. Of gaat hij het helemaal zelf doen? Die wordt daar neergelegd. Dat is ook een minimale gele kaart. En de vrije trap die rest. Komt die vrije trap. Stef Nijland. In de muur. Laag in de muur. Sam de Wit wederom. Ali Akla. Benjamin Roemion. Mooi. Op snelheid. Maar er is verder geen personeel voorin. Dus denkt Benjamin. Ja, dan noem ik het zelf maar gewoon. Salasiwa. Maarten van Dijk. Ali Akla. Laat hem gaan. Sam de Wit. Nou, Sam. Knal maar een keer. Jammer. Metertje boven de deklat. En daar komt hij. Ja hoor. Wie is het? Sammy Montero. Prachtige vrije trap. Mooie kopbal. 1-0 voor Sportlust. Heel mooi werk. Eren, Benjamin Roemion, strafschopgebied in. Daar komt hij. Let op. Nee, weer niet. Weer niet. Triest, jammer. Ja, gaat dat ook nog een keer in die zin tegenzitten? Olijven met een klein tikje zegt gewoon mag door. Benjamin Roemion, is de aanname goed? Lars van Wetering. Kruisheer kan schieten. En schiet. Goed schot hoor. Romero met een goede redding ook. Maar gevaar op de goal van Romero door DVS. Mooi doorgevoetbald Lars Huber. Dat kan die. Zijn specialiteit. Geen hensbal. Grensrechter vlacht er ook niet voor. Die had dat dan kunnen zien. DVS appelleerde even. Salasiwa. In zijn eentje helemaal achterin. De rest allemaal naar voren. Vabank. Zo noem je dat. Nu, Tarik Evere. Geen penalty. Nou. Dat vraag ik me af. Frank Olijven. Adriaan Kruisheer. Nu Sportlust. Echt in de moeilijkheden. Adriaan Kruisheer. Zet die bal daarvoor. Nu, Lars van Wetering. Ja! Ja, ja, ja! Hartstikke idee! Eindelijk! Prachtig, Lars van Wetering. Die knalt die bal er wel in. Dat vindt hij heerlijk. Volkomen verdiend eigenlijk op grond van de laatste kwartier. Ja, slotoffensief levert nu toch wel wat op. Dat is wel heel mooi. Ja. Na deze wedstrijd, DVS 33 Sportlust. Jouw visie op deze pot? Ja, eerst zelf. Ja, ik denk wel de minste jezelf die in de afgelopen twee jaar, denk ik, onder mij geen druk erop, aan de bal, niet goed genoeg. Maar ik zou ook in de rust lijken of de jongens allemaal een marathon hebben gelopen donderdag. Alles op 70%. Nou ja, we hadden juist, we hebben ook gekozen om 5-3-2 te spelen. Met drie centralen, backs op back, koppertje op middenveld, drie middenvelders tegen onze drie middenvelders. Maar we hadden geen druk op.
En dan kun je zeggen, van, hè, want dat was in de rust, de discussie, van, het is niet duidelijk. Volgens mij was het hartstikke duidelijk. Alleen ja, als je alles met 70% doet, dan kan elke tegenstander door zich eronder uit voetballen. Overwaren te laat. Dat kan in de organisatie zitten, maar volgens mij was het allemaal duidelijk. Ja, en Sportlust speelde eigenlijk ook 5-3-2, tenminste in mijn ogen. Maar die deden dat wel goed. Die gaven wel wat meer druk en wat meer energie, stopten ze erin. Exact. Ja, ja. Kijk. Ja. Kan ik heel kort overwezen. En nou ja, dat. Ja. Nou, en dan komt de tweede helft. En dan, ja, dan breng je toch wat verse krachten in. En dat veranderde het spelbeeld in eerste instantie niet heel erg, maar later toch wel. Ja, ik denk dat de tweede helft wel druk erop had. We hadden veel meer energie in de wedstrijd lagen, legden, zeg maar, waardoor we uiteindelijk boven kwamen drijven en de bovenliggende partij werden. Ik moet zeggen, de laatste 20 minuten zijn we 4-3 gaan spelen. Ja, en dat is een beetje wat bij blijft beklijven, zeg maar. We zijn 5-3-2 gaan spelen om het duidelijk te maken, en met name verdedigend. Nou ja, vandaag goed. Goed aan hebben gedaan als een tweede. Ik bedoel, want volgens mij was het uiteindelijk toen het 4-3 werd, ja, gingen sommige jongens weer in de kracht voetballen. Met name Ali, met name Benna. En dat was de eerste helft. Hebben we ook aan de bal die jongens niet gezien. Deze 5-3-2 opstelling is dan eenmalig? Of gaan we volgende week weer voluit of tegen Dovo? Nou ja, kijk, weet je wat is? Vorig jaar hebben we natuurlijk tegen een aantal tegenstanders hebben we ook zo gespeeld. Het begon volgens mij tegen Eindhoven voor de beker. Hebben we tegen Vitesse gespeeld, hebben we tegen Sparta Nijkerk een tweede helft gespeeld, hebben we uit bij VVG gespeeld. En toen hadden we er geen druk op. Die speelden ook allemaal 5-2 buiten Eindhoven. En toen kregen we vat op de wedstrijd. En vandaar dat we vandaag gekozen hebben om dat ook te doen. Alleen, ja, nogmaals, als je alles op 70% doet. En het zal niet expres gebeuren. Dan kun je het over formaties hebben. Maar dan kan elke tegenstander kan zich eronder vandaan voetballen. Nergens druk op de bal. Terwijl je gewoon koppeltjes kunt maken. Ja. Dus er valt nog veel te bespreken met de spelers de komende week. De trainingsweek. Ja, maandagavond heb je alleen nog maar. Hè, voor, ja. Is dinsdagavond de wedstrijd tegen Dovo? Dinsdag Dovo, ja. Ja. Dus maandagavond? Ja, de wedstrijd terugkijken, analyseren. Kijken wat we goed hebben gedaan, wat we minder goed hebben gedaan. Net als wat wij elke week doen. Terugkijken, streep eronder en weer door naar Dovo. Precies. Peter, blijf erin geloven, hè? En ook met je team. Ja, grappig dat je het tegen mij zegt. Blijf er ook voor zelf in geloven. Want vorige week heb ik je verslag teruggelezen. Ik heb de wedstrijd teruggekeken. Blijf vrolijk. Was het niet heel erg vrolijk? Nee. Bijzonder voor DVS-TV heb ik al eerder over gehad. Er was geen plan. En winnaars hebben een plan. Verliezers hebben een excuus. Ik heb nog nooit excuses gehad in de afgelopen 2 jaar. Ik heb nooit gekeken naar scheidsrechters of tegenstanders of wat dan ook. Ja, jammer. Jammer, echt jammer. Dus blijf vooral vanzelf in geloven, Piet. Oké, hartstikke goed. Succes ermee. Beste man.